voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audio's downloaden. Vandaag presenteert Inzicht nu eens geen stadswandeling, maar iets anders, snowsteps. Veel mensen, en dan vooral de wat ouderen onder ons, durven met gladheid niet meer de straat op. Zoals nu, in de vroeg ingevallen winter van 2010-2011. Ze zijn bang te vallen en dan arm, been of heup te breken. En terecht, want de statistieken wijzen uit dat dit onheil vaak gebeurt. Ouderen zitten dan vaak wekenlang geïsoleerd binnen. Maar er is iets aan te doen. Snowsteps. Mijn vrouw en ik hebben ze enkele jaren geleden aangeschaft. En ik moet zeggen, ze voldoen voortreffelijk. Snowsteps bestaan uit harde ijzeren punten die je met een rubberband onder je schoenen kan plaatsen. Het gaat heel gemakkelijk. Neem een schoen en steek er je hand in. Pak een snowstep en schuif die over de neus. Vervolgens de rubberen band naar achteren over de hiel trekken en de zaak zit klemvast. En nu komt de proef op de som. Onze straat is spekglad door vastgereden, gesmolten en vervolgens weer opgevroren sneeuw. En mijn vrouw loopt erover alsof het een droge straat is. Vanochtend hebben we nog een boswandeling meegemaakt in een gebied waar de sneeuw helemaal was vastgelopen en spekglad was. Geen centje pijn. Kijk, en zo gaan de snowsteps weer uit. We hebben de snowsteps bij de ANWB gekocht. Maar mijn vrouw vertelde dat ze gezien had dat ze ook te koop zijn bij de Plus magazine.